Paragraaf 43a, lid 2 UAV, zekerheidsstelling. Met in achtneming van hetgeen in het zevende lid is bepaald, is de opdrachtgever gerechtigd om van de aannemer te bedingen dat deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien door de aannemer zekerheid gesteld dient te worden, geldt de bepaalde in het derde tot en met het zesde lid van deze paragraaf. Veel opdrachtgevers wensen dat de aannemer daadwerkelijk die zekerheid stelt. Het is niet een verplichting van de opdrachtgever om, om die zekerheid te vragen, maar het is een bevoegdheid. En de meeste opdrachtgevers kiezen er inderdaad voor om gebruik te maken van die bevoegdheid. De aannemers weten dat ook en zijn over het algemeen ook bereid om die zekerheid daadwerkelijk te stellen. De discussie is meestal de hoogte van de zekerheid. En de vorm waarin de zekerheid verstrekt zou dienen te worden. Uiteraard is het voor de opdrachtgever van belang dat de betreffende zekerheid wordt gesteld. Niet alleen omdat daarmee aan het begin van het project de aannemer al aan kan tonen dat hij zeer waarschijnlijk in financieel opzicht in staat is om het project tot een goed eind te brengen. Maar ook uh, voor de opdrachtgever is het natuurlijk van belang. Dat indien het toch niet goed gaat, de aannemer gaat failliet of hij wanpresteert of er worden kortingen verschuldigd, boetes, er een vangnet is in de vorm van de zekerheidsstelling waar de opdrachtgever een beroep op kan doen.